President Chandrika Prasad Santokhi is terug in Suriname na een vruchtbaar bezoek aan de Dominicaanse Republiek. Het staatshoofd bezocht de eilandstaat op uitnodiging van president Luis Abinader, die herkozen is en geïnaugureerd zal worden. Tijdens zijn verblijf in Santo Domingo nam Santokhi deel aan verschillende bilaterale gesprekken en ontving hij waardevolle inzichten van de economische adviseurs van Abinader, die succesvolle hervormingen hebben doorgevoerd. Deze inzichten zijn relevant voor Surinames economische herstel, vooral in het kader van het IMF-programma en de aankomende verkiezingen. Daarnaast ontmoette Santokhi Julia Sviridenko, de vicepremier van Oekraïne, die de Surinaamse regering bedankte voor haar voortdurende steun aan Oekraïne binnen CARICOM en de VN. Sviridenko besprak mogelijke toekomstige samenwerkingen op het gebied van landbouw en mijnbouw. Het bezoek markeert een belangrijke stap in het versterken van Surinames internationale relaties met een focus op het maximaliseren van de voordelen voor het land en zijn bevolking. President Santokhi ziet uit naar verdere intensivering van de samenwerking met de Dominicaanse Republiek en andere internationale partners.